De opening van Wereldtoerismeweek vond gisteren plaats in Hotel Royal Torarica. Het thema, welke wereldwijd gekoppeld is aan Wereldtoerismedag, is Rethinking Tourism, oftewel overdenk toerisme. Rabin Buddha, waarnemend directeur van het Suriname Hospitality and Tourism Training Center, gaf te kennen dat er van het jaar zoveel mogelijk is gewerkt met de districtscommissarissen. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk activiteiten te houden in de verschillende districten. Hetgeen moet resulteren in het bevorderen van toerisme in de districten, aldus Buddha. We moeten gaan kijken hoe wij de banen die er zijn moeten behouden, die verloren zijn gegaan, hoe wij dat weer kunnen recoveren en de mensen weer aan een baan kunnen helpen. Om zodoende de kwaliteit van de producten en de diensten op een hoger niveau te brengen. We weten dat toerisme ook impact heeft. Toerisme heeft impact op het milieu, op de maatschappij, op de natuur. Denk u maar aan afval, denk u maar aan sociaal-culturele impact. Al dat soort zaken, daarover moeten we samen gaan nadenken. En in elk district en in elk gemeenschap, in elk dorp moeten we gaan praten van hoe wij die impact gaan minimaliseren en de voordelen eruit gaan halen. Minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubitana, stelt dat het beter op gang brengen van toerisme bij ons als individu begint. Het moet van jongs af aan aangeleerd worden respectvol met de natuur om te gaan. Op die manier houden we ons land schoon, hetgeen zal helpen bij het aantrekken van toeristen. Dit moet niet pas beginnen wanneer we buitenlanders op bezoek hebben, maar reeds bij onszelf in ons eigen land, aldus Jubitana. Verder zegt de minister dat ook het respect en de erkenning voor elkaars cultuur zal bijdragen aan de bevordering van het toerisme. Toen we zijn gestart, de directeur en ik, we hebben onze brainstorm sessies gehad en we hebben gezegd, toerisme begint niet wanneer je een mooi pamflet of een mooie uiting of een mooi verhaal schreef, maar het begint in principe waarmee mevrouw Graskamp hier heeft gedemonstreerd met de verschillende culturen die we hebben, met wat we hebben gezien, natuur, cultuur, dat zijn onze strengths. En we hebben gezegd, we gaan beginnen met elk district, we gaan ze allemaal pushen dat ze hun eigen identiteit, wat hebben ze allemaal te bieden in Suriname. Uiteindelijk zijn we ook, dat heeft de DC ook aangekaart, toerist in eigen land. Die liefde, alobisom abi, voor onze natuur en onze cultuur, het begint bij ons, na unu ei begin. De minister geeft aan dat er in de districten Nikeri en Koroni werkgroepen zijn geïnstalleerd die zich moeten richten op de toerismesector. Het doel hiervan is een betere basis te leggen voor de toekomst van deze sector in de districten. Ook in de andere districten zal er op gepaste wijze gewerkt worden aan een effectieve aanpak van het toerisme.